Een goede avond, Josep. Ik ben eerste eredame Miss Deluxe en doe dit interviewtje voor WLM. Zeg eens uw eerste indruk, want jouw naam wordt als eerste van de top 3 genoemd. Onwerkelijk. Ik had het nooit niet durven dromen. Ik was vooral gebrand op Mr. Sympathie. Dus als je dan daar je naam te horen krijgt, dan je medekandidaat nu sympathiek vinden en dat je er alles voor doet, dat was top. Maar als je dan als eerste naam afroepen, dat is overdonderend. Hè. Tweede eregeer, ik had het nooit niet durven dromen. Je gaat naar huis met twee lijntjes. Hoe voelde je het moment dat je Mr. Sympathiek bent? Want dat is toch een prijs die je krijgt van je medekandidaat. Ja, toen dat ik die prijs kreeg, dat was alle stress weg. Ik had mijn avond al, was al geslaagd. Ik begon al een beetje te panikeren als ik de namen op het bord zag verschijnen, maar het was gewoon top. Onwerkelijk. Hoe zie je jou komend jaar nu? Ik denk dat dat nog gaat meevallen. Vooral de mister kunnen ondersteunen en mijn eigen thema ook wel wat door kunnen brengen, want ik vind dat er daar ook wel nog werk aan is, aan het ideaal schoonheidsbeeld dat vooropgesteld wordt. En ik hoop daar toch nog rond te kunnen werken. Wat is voor jou het ideale schoonheidsbeeld? Iedereen kan het ideale schoonheidsbeeld zijn en ik denk dat dat wel vandaag bewezen is dat je niet maatje 32 moet hebben om er te kunnen staan. Dat is inderdaad een feit. Zijn er nog verder dingen dat je zegt van kijk, dit of dit zou ik heel graag nog naar de mensen thuis willen doorgeven? Ja, oordeel niet te snel en aanvaard een mens zoals dat hij is en dat is het mooiste aan een mens. Ik wens je alvast het allerbeste dit jaar. Volgend jaar je lintje doorgeven, het zal er zo vlug zijn, dus geniet er in ieder geval. Dank u wel.